Wij staan bij de sluis van Schijndel, bij Noortje van Schijndel. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent van Rijkswaterstaat. Er gaat hier veel gebeuren de komende tijd. Klopt, wij gaan de sluisdeuren gaan we vernieuwen. Dat is het groot onderhoud aan de sluis, wat één keer in de 25 jaar echt nodig is. Je kunt het vergelijken met je auto die af en toe voor een grote beurt weg moet. We gaan de sluisdeuren gaan we vernieuwen. De scharnieren gaan we repareren, eventueel betonwerk, betonschade herstellen. En we gaan de nivelleerschuiven, waardoor de kolk leeg en vol gelaten kan worden, die gaan we ook vernieuwen. Ja, want nou lijkt me dat een woonkamerdeur, hè, die vervang je zo, je ligt er maar uit en je hangt er maar terug in. Dat is bij die grote deuren denk ik een klein ander verhaaltje. Dat is zeker een ander verhaal, maar zelfs je woonkamerdeuren zul je los moeten halen, moeten schilderen, weer terughangen. Ook dat is een arbeidsintensief proces, maar hierbij gaat het inderdaad om een iets groter formaat. Waarbij je allereerst natuurlijk de sluisdeuren droog moet zetten. Dan pas kun je zien wat er eventueel aan schade aan de deuren onder water is. Maar wat we wel hebben gedaan om in ieder geval het proces zo efficiënt mogelijk in te richten, is dat we reservedeuren hebben voor elke sluis. Die hebben we al klaargemaakt om hier in de sluis opgehangen te kunnen worden. Die nemen eigenlijk de plek van de huidige sluisdeuren in. Ja, maar als je de sluisdeur hebt, die heb je tussen het water in zitten, dan moet het aan de andere kant kanaal ook leeg. Of is daar een techniekje voor? Ja, dat noemen wij een droogzetkuip, maar dat komt er eigenlijk op neer dat je door middel van bepaalde schotten, dat je de ruimte rondom de sluis droog kunt zetten, zodat je in ieder geval vrij aan die deuren kan werken. En dat gebeurt dus eigenlijk één keer in de 25 jaar? Ja, ja. Dus er is dus... Hoe belangrijk is de sluis in Schijndel? Ontzettend belangrijk. Je ziet dat er steeds meer scheepvaart is, hè? Steeds meer vervoer, containervervoer per schip. Dat is natuurlijk fijn om de rijkswegen en de grote wegen te ontlasten. En daardoor is ook zeker deze Zuid-Willemsvaart een belangrijke verkeersader, maar dan over het water. Nu ligt hier ook nog een weg langs. Gaan die er nog iets van merken, van de werkzaamheden? Nee, we hopen natuurlijk dat de automobilisten hun aandacht toch bij de weg houden. Maar het zal wel een mooi schouwspel zijn wat hier met groot materiaal natuurlijk met die deuren gaat gebeuren. De overlast richt zich echt op de scheepvaart en de bedrijven die zich aan de Zuid-Willemsvaart bevinden. En bevrachting, bevoorrading per schip plaatsvindt. Ja. Speelt corona hier nu nog een rol in dat nu gebeurt? Of stond dit al langer gepland? Nee, dit was al langer gepland. Je moet je erbij voorstellen dat dit trajecten zijn waar er jarenlang over nagedacht is. Hè. Er moet natuurlijk geld vrijgemaakt worden. Vervolgens moet het ingepland worden. En grote werkzaamheden als dit kunnen niet zonder hinder voor aanliggende bedrijven. Dus ook daar zijn we mee in gesprek gegaan om een en ander zo efficiënt mogelijk in te richten. Ja, hoe reageren de bedrijven dan? Want Veghel ligt er met een groot containerterminal. Die moeten denk ik even over de weg. Ja, die zullen hun bedrijfsvoering hierop aan moeten passen. En dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Maar ja, het is echt noodzakelijk om te voorkomen dat in de toekomst steeds voor kleine storingen de scheepvaart stilgelegd moet worden. Nou, weten we op de weg, als we een omleiding hebben omdat de weg dicht moet, dan volgen we nummertje 1 en we komen aan de andere kant van de wegwerkzaamheden uit. Hoe werkt dat in de scheepvaart? Nou, je kunt je voorstellen dat er minder vaarwegen zijn dan autowegen, autosnelwegen. Dus er zijn wel wat omleidingsroutes over het water via andere kanalen. Daar geldt alleen wel een andere diepgang, zoals wij dat noemen. Dus daar zullen minder grote containerschepen doorheen kunnen. En het bedrijventerrein in Veghel is een verhaal apart. Die zijn zo gesitueerd dat zij helaas niet via andere wateren te bereiken zijn. Wat maakt Veghel dan zo apart? Kunt u eens iets noemen? Nou, Veghel in die zin, zeker ook het bedrijventerrein, bevindt zich echt achter de sluis. En heeft geen andere aanvoerroute per water dan deze. En als mensen dan nu denken via Helmond? Dat kan tot een bepaalde hoogte. Maar Veghel is op dat moment over het water niet bereikbaar. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor uw tijd en wij gaan vast nog wel even een keer beelden maken van het spectaculaire schouwspel hier op afstand. Doe dat. In ieder geval dankjewel voor uw tijd.